Hey, ja, nou, laten we opschieten dat het regent. We gaan nu naar Mark, hè, want hij heeft uiteindelijk de prijs gewonnen. Dat was nog een hele discussie met de jury. Het was niet makkelijk, hè? Nee, zeker niet. Maar Mark heeft dus uiteindelijk gewonnen. Dus, ja. Nou, leuk. Nou, laten wij hem op gaan zoeken, zou ik zeggen. Ja, laten we dat doen. Bel je aan? Ik bel aan, ja. Wij hebben de eer om jou de scriptieprijs van de SVRO uit te reiken. Wij doen dit nu voor de vierde keer. En de scriptieprijs staat echt voor stimulans voor studenten om net even dat stapje extra te zetten als zij een scriptie aan het schrijven zijn. En we kijken dan naar wetenschappelijk gehalte, praktische toepasbaarheid. Nou, dat is bij jou zeker het geval in jouw scriptie. Gefeliciteerd met deze mooie prijs. Natuurlijk wel een heel mooi bedrag, maar het is natuurlijk ook een enorme eer. En ik hoop ook dat je je zo gevleid door voelt dat je een mooi artikel wilt gaan schrijven voor de MAP of voor Audit Magazine. En misschien kan je er nog wel veel meer mee doen. Jouw referaat sprong eruit, omdat het echt een heel deugdelijk, ambachtelijk stukje werk is geweest. En een heel mooi voorbeeld van hoe je met een referentiemodel helemaal van begin tot eind een strategie kunt auditen. En wat we erg leuk vonden is dat je daarbij hebt laten zien dat in zo'n kwantitatieve omgeving als de beleggingswereld uiteindelijk dus zachte soft skills de doorslag kunnen geven tussen underperformance en outperformer. Het is een hele eer om dat te krijgen. En bij die eer hoort natuurlijk ook dat er diverse mensen dank zeg aan diverse mensen. Te beginnen bij Peter Hartog, mijn scriptiebegeleider. We hadden soms een moeilijke relatie omdat hij nogal veel eisend was. Maar daar ben ik uiteindelijk blij dat het in zo'n mooi product en dat het deze prijs heeft opgeleverd. Mijn klasje van de internal audit opleiding, waarmee ik 2,5 jaar echt een hele mooie, leuke en goede opleiding heb gehad hier aan de Erasmus Universiteit. Robeco als werkgever, maar ook als degene die het mogelijk gemaakt heeft om die 2 jaar te studeren. En uiteindelijk natuurlijk altijd de kinderen en de vrouw natuurlijk, want die hebben het ook allemaal meegemaakt wat Peter Hartog voor eisen aan mij gesteld heeft. Ja, we hebben ook een mooie bestemming gevonden voor het kunstwerk, namelijk een stichting die zich bezighoudt met studiefinanciering van vluchtelingen in Nederland. En ik vond dat mooi passen bij de studie die ik gedaan heb en dat ook voor anderen mogelijk te maken.